En uiteindelijk blijkt jij zelf te zijn. Dat kan toch niet anders. Jij zelf, hè? Dat weet als dat mij vraagt van Stad Gent. Of dat ik wil nadenken over een slogan voor een sensibiliseringscampagne. Zou dat aan mij vragen, echt waar? Het gaat over overlast, nachtlawaai en sigarettenpeuken of zo. Maar, hey. En net al idee? Davy, ik heb een prachtig idee. Ik ga een slogan die rijmt op een bierkaartje laten zetten. Ah, ja, dat doe als je op, je leest dat wel, hè, als je op café zit. Wat, luister, ik ken een vrij goeie dag, wat, hè? Doe normaal, maak geen kabaal. Maar zo. Dat is veel te plat. Dat is van Stad Gent, hè? Dat is toch niet plat? Nee. Ben dat niet goed? Oké, wacht, ik heb nog één. Denk aan de buren, ook bij zomertemperaturen. Nee. Dat is toch goed? En in de winter, het mes komt ook bij. En die peuken, die peutjes komen daar ook niet in voor. Oh, maar wacht, ik heb nog één. Zijn met een best? De best. Het is met een best, wacht. Hou het kuis aan je tweede thuis! Die vind ik niet slecht. Die zal alsjeblieft de buren, wat wel? Sorry, Adolf! Emma, hou het kuis aan je tweede thuis. Uw tweede thuis, uw café, tweede thuis. Toch?